Goedemiddag. Goedemiddag, heren. Kom binnen. Kom binnen. We zijn op bezoek bij Henk Veerman in Volendam. De 25-jarige aanvaller is geboren en getogen in het dorp en woont daar samen met zijn vriendin Alisa. Ik woon hier nu 8 maanden met mijn vriendin, dus dat is, het gaat snel. Dus ja, het is allemaal vrij nieuw. Een mooi plekje. Ja, ja, het is goed gelukt moet ik zeggen, dus we zijn er blij mee. Hoe is het? Ja, gaat goed, gaat goed. Het is, zoals je ziet, is het weer voor het eerst lekker, dus ja, dan gaat het met mij ook een stuk beter. Op voetbalgebied ook tevreden? Jawel, jawel. Het is al op dit moment 3 keer ingevallen, dus dat is positief. Ja, want je bent eigenlijk gepasseerd op dit moment door Reza, die start in de basis. Vorig jaar heb je best wel een tweestrijd gehad. Met tevreden. Had jij verwacht dat er wel een nieuwe ging komen na afgelopen seizoen? Ja, dat had ik wel verwacht. Kijk, als jij bij een ploeg als Heerenveen zit. Ja, en je presteert het met z'n allen om 12e te worden. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. Dus dan weet je dat er koppen gaan rollen. En ja, dat mijn is, dat is vervelend. De tuin is. Ja, is vorige week eigenlijk afgemaakt, dus jullie zijn mooi op tijd. Ik zie ook dikke barbecue staan. ja, die kan af en toe aan met mooi weer. Dus, ben je er goed in koken? Of? Ja, goed. Het gaat een beetje vanzelf, hè. Dus dat, het is allemaal op de rit. Vorig jaar zat er veel meer in dan dat we hebben laten zien. Dus dat, dat mag nooit meer gebeuren. En, ja, de eerste 2 wedstrijden hebben we ook wel laten zien dat er een hoop in dit elftal zit. Alleen tegen NEC is het weer een beetje mislukt, zeg maar. Dus ja, laten we hopen dat dat een incident is. Dit is in het kort mijn carrière tot nu toe. Hier staan we nog als jonkie bij... Bij Volendam. Dus het is, hier zie je alle krantenknipsels eigenlijk. Ja, want je was ook echt supporter daarvoor echt van FC Volendam. Ja, ja. Ik zat echt op de tribune nog als supporter bij Volendam. Dus daarom was, dat ook al een mooie stap voor mij om te maken. Maar het begon zoals je hier ziet bij de zondag. Zondag 4e klasse. 4e klasse, dat is wel echt een groot verschil. Ja. Ja, hier stond ik zelf nog achterin. Dus dat is nog niet eens zo erg lang geleden. Hoe is het gekomen dan dat je toch spits bent geworden? De ja, spits ook, die geen spits wilde zijn, zie ik ook staan. We beschikten toen niet echt over veel aanvallers. En de trainer koos er toen voor om mij door te schuiven. Dus dat is, zodoende, dat is allemaal goed gegaan dus, zoals je ziet. Hoe word jij het liefst aangespeeld? Als ze jou wegsturen, dan maak je ze het makkelijkst. Klopt dat? Ja, ik heb hem het liefst wel diep, ja. Ook omdat het natuurlijk al meteen richting de goal van de tegenstander is. Dus dat is sowieso al makkelijker. Ja, en ik denk dat mij wel mijn sterke punt is. Dit gaat alweer over de zaterdag heen. Die zit alweer in de hoofdklasse. Het is, als je het eigenlijk goed doet bij de zondag bij Volendam, dan ga je eigenlijk naar de zaterdag van Volendam. Dus ja, die stap heb ik eigenlijk ook gewoon gemaakt. En dit is FC Volendam. Die begint het eigenlijk al vrij snel bij de FC. Ben je toen ook gelijk gestopt met je andere werk? Nee, hier nog niet. Dit was mijn debuut tegen Go Ahead thuis. Dus daar was ik gewoon nog schilder. En hier begon dat echt. Dit waren mijn 4 doelpunten tegen Achilles. En hier is het allemaal veranderd. Toen ik maakte 4 in die wedstrijd. En ik moest eigenlijk weg bij Volendam. Naar Linde.
Dus ja, toen is alles veranderd. Toen mocht ik blijven. En toen kwam Heerenveen. En daar is het eigenlijk verder gegaan zoals het nu is. Maar hier sta ik dan op de foto met Duarte en Robert van Koesveld. Dat was mijn presentatie. Ja, dit is echt geweldig. Dit is geweldig. Ja. Zaterdagavond werd ik pas gebeld. En de dag erna was het eigenlijk zo goed als rond eigenlijk. Wat dacht je toen je gebeld werd? Dit is wel erg mooi, dacht ik. Dit is een hele mooie stap. Dus ik was al vrij snel tevreden. Amateurs gespeeld bij Volendam, toen naar Heerenveen. Heb je nu het idee of zit je nog steeds in diezelfde stijgende lijn? Ja, dat zeker wel. Dat zeker wel. Ik ben sowieso veel fitter als vorig jaar. Dus ik denk dat iedereen dat eigenlijk ook wel ziet. Dus ja, dan zit er nog steeds een stijgende lijn in. Dus dan denk ik nog steeds dat ik goed bezig ben. Dit is de eerste goal. Hoe bijzonder was dat? Ja, dit was voor mij een fantastisch moment natuurlijk. Dus dat kan je je wel voorstellen. En ja hoor, is dat een feest in Heerenveen voor deze Volendammer? Voor Veerman en die maakt hem ook. Veerman en die schiet er ook nog eentje. Het is 1-1 door Veerman. Goeie paas, Veerman met het stipje en Heerenveen staat op voorsprong. Oeh, uit de kluts. Veerman, ja, dat heeft hij wel vaker. Het is een spits vol klutsballen en ook deze weet hij wel te verzilveren. En na een half uur staat Heerenveen op 1-0 en maakt Veerman zijn zesde. Wat was jouw gedachte toen je bij Heerenveen kwam? Had je meer verwacht dan dat het nu is? Of is het prima zo? Of? Nee, het gaat eigenlijk wel zoals verwacht eigenlijk. Alleen ik had wel gehoopt dat ik nu tegen dit jaar zeg maar wel basisspits zou worden. Maar ja, dat kan denk ik alsnog gebeuren. Of? Jawel. Dus dat is ook helemaal nog niet zeker, maar dat moet blijken de aankomende paar weken. Is er dan ook echt strijd tussen een Reza en een Mitchell en jou onderling? Van, ik wil spelen? Of? Ja, een strijd. Het is natuurlijk wel, we moeten het natuurlijk wel met z'n allen doen. Alleen natuurlijk wil iedereen spelen, dus dat is wel altijd, er zal altijd een concurrentiestrijd zijn, ja. Zoals gezegd is Veerman gek op zijn Volendam. En hoewel hij wel een appartement in Heerenveen heeft, rijdt hij dan ook nog zeer regelmatig de Afsluitdijk over richting zijn geliefde geboortedorp. Ja, dit is toch. Dit zal altijd wel mijn dorpje zijn, zeg maar. Dus ja, ik ben hier geboren en getogen. Dus ja, ja. Ja, dat is moeilijk uitleggen. Moeilijk uitleggen. Ja, want je ziet het best wel vaak met Volendammers, hè? Zoals bekende Volendammers, Jan Smit, Nick en Simon. Ik noem maar wat. Maar... Ja, die zullen ook niet snel vertrekken. Nee. Maar ja, je kan hier gewoon jezelf zijn. Ja, iedereen kent je en iedereen respecteert je voldoende om je gewoon met rust te laten. En als er wat is, is het natuurlijk voor hun ook makkelijk om mij snel te benaderen, zeg maar. Dus dat werkt zeg maar beide kanten op. Dus ja, ik hou van Volendam en ik zal daar eigenlijk altijd wel blijven wonen. Ja, ja hier zijn we aangekomen bij de voetbalkamer, zeg maar. Wat ik hier in het huis mag hebben. Dus hier heb je eigenlijk de shirts met wie ik samen heb gespeeld. Brentley Kuwas en Robert Muren. En de posters die je eigenlijk al uitgebreider hebt gezien in het boek net. Die hangen hier van de amateurtijd naar FC Volendam tijd naar de Heerenveen tijd eigenlijk. Hoe zie jij je toekomst bij Heerenveen? Ja, ik heb een aflopend contract, dus voor mij is het afwachten. En als ik veel speel, dan hoop ik een nieuw contract te krijgen. En anders zal ik mijn zoektocht moeten starten, zeg maar. Ja, je ziet wel als ik inval dat er wat gebeurt. Dus dat is wel denk ik wel positief. En dat is voor Heerenveen ook wel lekker. Dat ze nog een spits hebben die het dan alsnog open kan breken, zeg maar. Je moet elke wedstrijd eigenlijk in die 20 minuten laten zien dat je wat kan. En dat is moeilijk, want invallen is gewoon moeilijk.
Alleen ja, je moet toch het beste ervan maken en belangrijk willen zijn voor Heerenveen. Dus, en op dit moment denk ik dat dat goed gaat. Kijk, als ik nu vanaf volgende week een heel jaar ga spelen, dan wil ik absoluut blijven. Als jij wordt gewisseld, dan hoor je het publiek gelijk zingen. Je bent echt wel een cultheld in Heerenveen. Heb jij enig idee hoe dat komt? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar ik denk wel dat het mede komt zodat ik wel laat zien dat ik gewoon mezelf ben. En dat ik niet ben veranderd door het voetbal, door de voetbalwereld. Dus dat zal ik waarschijnlijk ook nooit gaan. Dus ja, ik ben blij dat gewaardeerd wordt in Heerenveen.